Wat ik nog had willen weten als ik jong was, moest ik toen geweten hebben dat ik hoogbegaafd was, was eigenlijk dat hoogbegaafdheid, dat niet gaat over slim zijn. Dat slim zijn, dat hoog IQ, trouwens bij mij niet getest, maar vrij zeker dat het ook wel snor zit op dat front. Maar dat hoog IQ is eigenlijk niet de essentie van dat hoogbegaafd zijn. Dat hoogbegaafd zijn zit hem vooral in dat anders denken. Ik noem het creatief denken, omdat ik het ondertussen bekijk als iets positiefs. Maar het is eigenlijk in C wel anders denken. Dus als er iemand iets zegt en jij begint over een onderwerp die daar kilometers van verwijderd is, omdat dat het eerste is dat je nu opspringt, dan gaan mensen nogal een keer raar kijken. En ga jij zoiets hebben van, oh, ik heb het hier niet begrepen, ik ga beter maar zwijgen. Mijn tip, nu doe ik dat niet. Vroeger deed ik dat ook, dan zweeg ik, dan dacht van, oh, ik ben hier wel de rare, dat klopt hier eigenlijk niet. Nee, niet zwijgen, maar ook niet gewoon doordoen. Want ja, het feit dat jij een sprong maakt, dat zij niet begrijpen, ja, daar koopt er niks van, daar zei er niks mee, en je komt wel als de rare over. Dus wat doe je dan? Is het nadenken waarom dat jij daaraan dacht. Dat is intrigerend, omdat dat ook niet gemakkelijk is. Maar als je nadenkt over, oké, wat wil een andere zeggen? In welke richting gaat zijn verhaal eigenlijk? Wat zeg ik? Wat is eigenlijk het verband tussen die twee? En weet, er is een verband, maar het verband is niet direct te zien. Als je het verband vindt tussen wat jij op insprong en wat hij zegt, kan je wel kijken, hoe breng ik die nu naar dat punt waar ik nu al sta. En in het begin is dat moeilijk, maar hoe meer dat je dat doet, hoe beter dat je daarin slaagt om de link te denken tussen wat een ander aan het denken is en wat jij aan het denken is. En dan ga je zeggen, ja, Rudo, ja, één, waarom wou je dat weten als je jong bent? En wat maakt dat dan ook van verschil? En het verschil dat je dan hebt is, dat hoe beter dat je dat traint, dus voor eenvoudige dingen trainen dat gewoon voor de fun, zodanig dat je brein wel leert om die sprongetjes te maken. Maar als je dan iets hebt dat je super belangrijk vindt, dan heb je een tool in handen om te kijken van, oké, die zit nu op dat standpunt. Ik heb eigenlijk een helemaal ander standpunt met alles wat ik zie van verbanden, van linken, die er zijn tussen zijn mening en het eigenlijk resultaat. Dan kan je wel veel vlotter in debat gaan. Want je moet niet starten met je standpunt te verdedigen. Met die 10, 20 stappen extra die jij al ziet, waar dat, ja, je collega eigenlijk niet ziet. Collega-student in deze. Maar je kunt beginnen nadenken vanuit zijn standpunt. En als je dan zijn standpunt goed begrijpt en je gaat vanuit zijn standpunt, ja, één, neem het op. Misschien is zijn standpunt nog zo slecht niet. Maar als je dat dan nog altijd zoiets zet van, ja, nee, dat klopt niet. Want, en ze springen allemaal op. Dan weten van waar dat hij vertrekt. Dan weten wat dat uw standpunt is. En dan kun je veel beter in debat gaan, omdat je opbouwend kunt werken. Je kunt één stapje verwijderen van dat standpunt. En dat verschil gaan verklaren. En zo ga je stapje per stapje de persoon misschien tot inzicht brengen dat dat er betere standpunten zijn. Dat misschien toch wel belangrijk is van anders te kijken naar een bepaalde uitdaging, naar een bepaald probleem. Waardoor dat je gehoor krijgt, omdat je connectie maakt. Dus vandaar, had ik dat toen geweten, had ik waarschijnlijk ook veel meer in debatten mij betrokken, zeker over fundamentele dingen op school, dat je zegt van, ja, maar ja, dat kan nu toch echt niet. En ik had er waarschijnlijk ook enorm van genoten. Zoals ik altijd zeg, geen spijt van het verleden. Dus wat dat gisteren gebeurd is, kunnen vandaag niks meer aan doen. Maar met wat je vandaag geleerd hebt, kunnen morgen aan de slag. Dus ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag en probeer een keer echt in dat hoofd van die anderen te kruipen en te snappen waarom hij dat denkt. En niet vanuit het ding van, oh, het is wel een stomme, maar vooral het ding van, nee, dat is ook iemand die nadenkt, die zich een visie vormt op basis van hoe dat zijn brein functioneert. En net dat snappen zal jou een enorme tool geven, waardoor dat je een rare bent, maar op een leuke manier. Bye.